En het is daar dat Donate Groenhoff in het derde spoor naar voren wordt gestuurd. En dat John de Leeuw aan de binnenzijde nu vol gas geeft. Hij versnelt daar aan kop met Monaco Royal Event. Maar Donate Groenhoff komt daar aan de buitenzijde wel met een goede eindsprint. Samen natuurlijk met Driaad Boko. Driaad Boko houdt stand en loopt nog een keer in op de koploper. Het is de 3 die wint voor de 1, de 8, de 7 en de 4. Bedankt. Wij gaan over om de laatste winnaar van vanavond te huldigen. En dat is voor de tweede maal Monaco Royal Event. John de Leeuw, daarmee de onbetwiste man van de dag. Monaco Royal Event is een vierjarige bruineks van Classic Grand Cru uit Miss Inspiration. Gefokt in Zweden in bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas en in de sulky John de Leeuw. We gaan een groepsfoto maken, dames en heren, ter afsluiting van deze koersdag hier op de baan van Alkmaar op maandag 1 mei. Nou, dames en heren, kunt u in de handen voor de laatste winnaars van vanavond. De winnaars van de Klaver Giant Prijs. En dat is alweer John de Leeuw. John de Leeuw, hij slaat hier toe met Monaco Royal Event. De start is gevallen, paarden onderweg en wie komt daar naar voren? Dat is Every's Wish en die Every's Wish krijgt dan gelijk een aanval aan de buitenzijde van een opkomende Columbine Lab. Columbine Lab neemt de leiding over op de tweede plaats Every's Wish. En daarachter is Monaco Royal Event er als de kippen bij om zo dadelijk denk ik het heft in handen te nemen. Aan de binnenzijde ook een goede start voor Driaad Boko. En dit viertal heeft dan wat voorsprong genomen op de concurrentie aangevoerd door Ruud Pols met zijn nummer 8 Donate Groenhoff. Deelnemers gaan af op de volgende bocht en daar krijgen we een nieuwe koploper en dat is paard nummer 3 Monaco Royal Event. Die heeft de zaken redelijk onder controle nu denk ik. De tweede plaats erachter voor Columbine Lab en op de derde plaats volgt dan Every's Wish. Every's Wish die heeft op een lengte achter zich Driaad Boko die een goede slotronde had in de vorige heat. En achter Driaad Boko volgt dan Donate Groenhoff voor, ja over goede slotrondes gesproken, Dreamline Promise. Achter deze paarden is er dan Cashflow en aansluiting is er voor Zandvangens Titan. Langs de rechter twee rondes te gaan en in een zetel ogenschijnlijk John de Leeuw met Monaco Royal Event. Lengtevoorsprong op de tweede plaats, daarachter volgt Columbine Lab. Niemand voelt zich geroepen om nu iets te ondernemen. Zeker van de Mespel niet op de derde plaats met Every's Wish en die wordt dan gevolgd door Driaad Boko met Jimmy Snyder. Dat zou er eentje kunnen zijn die het gaat doen en die gaat het nu ook doen. Komt daar in de aanval op een manier waarop hij enkele weken geleden zelfs Donate Groenhoff is te verslaan. En die gaat zo dadelijk bij John de Leeuw eens even kijken of er wat te halen valt en wordt op haar beurt de ideale gangmaker voor Donate Groenhoff. En ook in het tweede spoor komt langzaam maar zeker naar voren paard nummer 7, Dreamline Promise. Veld schuift nu dan toch wat in elkaar en aan de buitenzijde komt Driaad Boko geheel naast de koploper paard nummer 3 Monaco Royal Event. Daarachter is dan de binnenzijde nog altijd dichterbij Columbine Lab met verreweg dan Donate Groenhoff. Dan Every's Wish en die krijgt nu schuin naast zich de opkomende Dreamline Promise. Dan is het Cashflow en Zandvangens Titan. Deelnemers gaan zo dadelijk de laatste ronde in. Daar zijn ze inmiddels halverwege de rechterbocht. En het is aan de buitenzijde toch echt een serieuze aanval van de Driaad Boko op de koploper paard nummer 3 Monaco Royal Event. Daarachter een andere tactiek nu noodgedwongen voor Donate Groenhoff. Eens kijken hoe dat uitpakt. Komt inmiddels naar de derde plaats. En achter Donate Groenhoff is het dan aan de binnenzijde Columbine Lab. Maar die moet nu ook passen. Geldt ook voor de rest van de paarden. Behalve Cashflow en vanuit het achterveld ook naar voren komend Aadpols met zijn Dreamline Promise. Goed, we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht en het is daar dat Donate Groenhoff in het derde spoor naar voren wordt gestuurd. En dat John de Leeuw aan de binnenzijde nu vol gas geeft. Hij versnelt daar aan kop met Monaco Royal Event, maar Donate Groenhoff komt daar aan de buitenzijde wel met een goede eindsprint. Samen natuurlijk met Driaad Boko. Driaad Boko houdt stand en loopt nog een keer in op de koploper. Het is de 3 die wint voor de 1, de 8, de 7 en de 4.